Even over NAC. Het was niet jouw meest succesvolle laatste half jaar, hè? Nee, dat ben ik mee eens. Het was heel erg moeizaam. Niet zoals ik eigenlijk gehoopt had. Natuurlijk, het eerste half jaar is alles gegaan zoals het gegaan is. En dan het tweede half jaar wegens buiten de selectie geraakt? Ja, wegens omstandigheden raak je er buiten. En dat is altijd even zuur. Kan je vertellen hoe dat komt, dat je er buiten bent geraakt? Nou ja, we hadden als club twee nieuwe spitsen nodig. Die kwalitatief verder waren met Mitchell Tevreden, die ervaringrijker is. En een andere grote spits die behoorlijk goed kan scoren. Sadiq. En dan zie je gewoon dat ze veel, veel stapjes verder zijn dan ik. En dat ik nog een hele lange weg te gaan heb. Ja, dat is ook niet zo vreemd natuurlijk, maar hoe zie jij de toekomst? Ja, ik wil altijd als allereerst voor deze club wil ik gaan. Alleen ja, of dat reëel is voor aankomende jaar, ja, dat denk ik niet. Alleen, ik durf nu nog niks te zeggen daarover. Ja, nieuwe trainer, misschien ook wel nieuwe kansen. Ja, mee eens. Ja, zo denk ik ook. Alleen, ja, de selectie is nog steeds nog niks 100%. Dus we gaan het allemaal zien. Nou gaat NAC een samenwerkingsverband aan met een club uit de Jupiler League. Misschien zou dat een optie voor jou zijn? Ja, ik sta overal voor open eigenlijk. Kan je ervaring op doen, hè? Dat klopt. Maar ik zei al, ik wil eigenlijk als eerste voor NAC gaan. En als het duidelijk is dat ik uitgeleend moet worden of wat dan ook, dan zal ik daar zeker voor openstaan.